Lokidoki. Het is inmiddels zondag en het is zometeen weer voetbal. Nederlandse mannen tegen de Duitsers in dit geval. Dus ben benieuwd. Vorige keer hebben we natuurlijk met 3-0 van ze gewonnen. Geloof ik. Ergens in die buurt. Maar in ieder geval vind ik het wel leuk om even dit lampje te laten zien. Dit heeft Paul gisteren gekocht op de rommelmarkt. Waar die hielp. Echt heel grappig. Bloemetjes en een. Ja, boomstruik, hoe moet ik het zeggen. En dit is trouwens ook heel grappig. Want de narcissen die we dus woensdag gekocht hebben. Vanmorgen was er eentje. Zo, ik zie het inderdaad nu echt. Je ziet ze bekant nu voor je ogen open gaan. Was er vanmorgen één open, maar komen er in rap tempo meer. Dus dat is wel heel erg grappig. Tijd ook weer even nu om het spel te spelen. Tijd voor elkaar. We hebben nog één stapeltje te gaan. En daarna kunnen we altijd opnieuw doen natuurlijk. Dat is lekker door elkaar geschot. Alleen dan heb je de vraag allemaal al een keer gehoord. Maar oké. Okay. Paul. Van welk geluid gaan je haren recht overeind staan? Weet ik eigenlijk niet, want ik heb geen geluiden waar ik niet tegen ken. Mm. Dus ja, ik weet het niet. Nee, ik vind het ook wel. Ik heb soms wel eens als ik s'avonds buiten loop, dat ik ineens mijn haren overeind begint voel te staan. Deze haren dus, die op je armen. Mm. Maar daar is in wezen geen geluid bij, ik weet niet wat dat is dan. Nee, ik weet niet. Meestal kan ik er heel goed tegen nagels over een schoolbord. Meestal kan ik daar heel goed tegen, maar het gebeurt een enkele keer dat ik er ook even niet tegen kan. Maar verder, scheerapparaat heb ik er soms een beetje moeite mee ook. Maar niet dat mijn haar er echt van overeind gaan staan, maar nee. Maar goed, dat was ook voor jou de vraag. Dus nou mag jij... Ben je wel eens eerder van vakantie teruggekomen? Ja, maar daar weet ik niks meer van. Toen was ik nog heel klein. En toen beviel het allemaal niet in Duitsland. Maar ik zei, daar weet ik niks van. Ik zit even te denken of ik... Ja, wel laat ook nog eens een keer. Maar toen was er iemand overleden. En toen was het op een moment, geloof ik, inderdaad gingen we naar de uitvaart ervan. En ik had toen last van mijn... knie of mijn heup of... In ieder geval ben ik niet meer daarna naar Center Parks teruggegaan. We zaten daar met opa, oma en mijn ouders en mijn zusje, dus met z'n zessen. Maar verder, nee, volgens mij verder niet, denk ik. Dus ja, een paar keer dan eigenlijk niet. Ik nog nooit. Nee, bij mij weten. Nee. Okay. En wel een keer ook van scouting trouwens eerder teruggegaan. Is ook een soort van vakantie eigenlijk. Ja. Paul, met welke collega zou je een dag willen ruilen? Geen flauw idee. Waar zou ik willen ruilen met een collega? Ja, dat weet ik niet. Nee, ik zou het niet weten. Ik heb niks met collega's. Ja, met niemand, dus oké. Dat is prima. Heb je wel eens een mailtje naar de verkeerde persoon gestuurd? Nou, er ligt me iets van bij van wel, maar ik zou ook niet meer weten wat voor situatie dat was. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan er niet zeggen van ja, dat en dat, maar ik... Het ligt erbij dat het wel eens een keer gebeurd was, maar... Nou ja, trouwens niet zozeer met mailen, volgens mij meer met een app of een sms dat ik volgens mij per ongeluk de verkeerde heb gepakt. Maar misschien ook wel een keer een mail. Maar goed, ik zou zeggen enzoverder enzovoorts. Wij gaan nog even lekker verder. Oeh, daar ging de camera al. Yes, inmiddels 2-2. Ik heb het een en ander wel gemist, geef ik toe. Want 1-0 heb ik gezien. Nou, op een gegeven moment werd ik wakker. Toen was het rust. Toen bleek dus uiteindelijk dat het inmiddels 2-0 was. Toen ben ik naar de woonkamer gegaan. En toen ik terugkwam,
waren we inmiddels weer bezig. Toen was het 2-1 en nu is het dus 2-2. Nou, het, op 62 minuut 52, of misschien 62 minuten 45 seconden, of, maar in ieder geval na iets meer dan 62 minuten zoiets. Dus ik ben heel benieuwd wat er verder nog gaat gebeuren. Toch nog verloren. 3 voor de Duitsers, 2 voor ons. Het is maar een spel, maar ik baal er wel van. Even onverwassen uurtje bowlen in Leiden. Zin in. Yes. Pond, 7 kilo heb je in je hand. Zo. Ja, dat is toch een beetje zwaar. Volgens mij beginnen we allebei met 8 dus. Ja, nou ben benieuwd verder. Nou, Paul heeft sowieso al gewonnen de eerste ronde, maar ben benieuwd wat er nog bij komt tegen. Het ging bij allebei niet echt lekker. Bij mij al helemaal niet, maar bij Paul ook niet echt super. Ga je nog een extra beurt uitslepen? Nee, net niet. Net niet. Hè? Dat kan niet meer. Nee, het is de buitenste nu. Nou, ik ben benieuwd wat er zo meteen het drukspaatje om het volgende spel te starten. En je denkt dat het gaat werken met je bril op? Ik hoop het. Dat denk je dat je het dan beter ziet, zeg maar? Ja, ik denk het. Oké. Nou gooit Paul een spar en dan doe ik hem gelijk na. Maar vervolgens gooi ik dus een strijk op die spar. Dat is een hele lekkere. Maar het helpt wel een beetje. Hij ziet wel wat meer zo. Paul, het helpt wel. Je ziet meer zo. Het lijkt erop dat ik nu toch voor de tweede of de derde keer van mijn leven van Paul ga winnen. Ja. Ja, gewonnen, pap. Yes, de tweede of de derde keer van mijn hele leven dat me dat lukt. Ja, twee keer. Hey, derde keer volgens mij, maar in ieder geval nog niet vaak. Yes, leuk. Arme Paul. De eerste keer heb ik voor mij palm besteld en voor Paul een iced tea in plaats van koffie. En de tweede keer heb ik een palmpje aangekruist op papier en voor Paul dus ook weer iced tea, maar de verkeerde. Deze bubbelt niet. Ah, maar hij lust hem wel. Hè? Nou, deze wint Paul weer, maar ik eindigde net wel met een spare. Want ik weet ervoor had ook een spare. Maar ik heb dus een extra beurt daardoor. En deze had Paul echt weer winnen, maar ik vind het wel leuk. Een strijk zelfs. Ja. Nou mooi, dan pak jij dus 2 extra beurten. Als het goed is wel. Ah, wat kan met uit. Ah, dat is weer een beetje een fiets waar ik normaal ook al kan rijden. Ja, precies. Het helpt toch, hè, je bril. Ja, nog een strijk. Nee, spare. Oh ja, spare. Ik zeg, het helpt wel, je bril. Ja. Oké, maar je mag niet nog een keer door. Oh, wat jammer. Maar goed zo, Paul. Dat zou ik eindscoren, hè? Doe ik er nog. In totaal heb ik er 2,42. Ja, die stelt niet eens mee. Jawel, die staat toch schuin streep. Dus in totaal kom je op 108. Maar ik vind het wel goed zo. En Paul ook.
Nou dacht ik dat ik gewoon een schoen te pakken had, toen ik uiteindelijk mijn verkeerde bowlingschoen aan mijn verkeerde voet zag, maar zeggen. Of de goede bowlingschoen aan de foute voet, hoe je het zeggen wil. Tja, dan nodig je je moeder uit om eindelijk weer een keertje BB te drinken, want voor mij alleen is het echt veel te veel. En ik heb geen zin om 2 dagen achter elkaar te drinken. Oké, nu wel. Ik heb gisteren bier op. Ik geef toe. Maar normaal gesproken heb ik daar niet zoveel zin in. Dus nou ja, dan komt mijn moeder lekker mee drinken, hè? Lekker hoor. Dus, en dan de ene keer trakteert ze op Chinees compleet onverwachts. Nou, dat is lekker. Zelfs voor mezelf was het onverwachts. Dus. Ja, precies. Want ik had niet zo heel veel zin even in worteltjes. Maar goed, dat heb ik wel eens vaker niet. Maar meestal eet ik het wel gewoon braaf. Maar dit is wel heel erg lekker eventjes. Dus daar gaan we even lekker van genieten. Alleen nu toch maar weer bij het Bami-huisje gedaan. Want ik wou het Bami-huisje eigenlijk niet meer. Omdat er een keer wat mis was gegaan. Maar ja, degene bij wie we nu normaal haalden, die vliet te komen, daar las ik ook al een recensie over dat er ook een keer was misgegaan. Maar die was nu dicht. Dus nu toch maar kijken of het gewoon goed is. Oh ja, het is ondertussen dinsdag trouwens. Dus, want ik denk dat ik het gisteren wel gezegd had dat het maandag was, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Het is in ieder geval dinsdag 26 maart, als ik het goed zeg. Ja, je durft. Ja, jij durft, hè? Nee? Ja, toch niet? Dat heeft Paul weer goed uitgezocht, hè? Dat jij precies hier bent, dan moet je 23 versen mag je lezen, geloof ik, hè? Ontzettend veel. Dus dan moet je toch eventjes je stem maar... Ja, je zou weer wel 20... bij elkaar zien te rapen. Dus 1 tot... 23, zei tot, je. Ja, 1 tot 23. Dat ja, is precies. Hier in ieder geval een enorm stuk. Ja, ik wou wel zeggen, nou het boekje nog, maar dat is niet zoveel over het algemeen. Nee, meestal niet. Dit was in ieder geval een flink bijbel stuk inderdaad, 23 versen. Ja, dit is inderdaad een stukje beter. Ja, precies. Ja, David is ervan overtuigd dat Saul hem wil doden. Jonathan kan het eigenlijk niet geloven. Zijn vader had immers gezegd dat hij David zou sparen, zowaar de Heere leeft. Om te weten hoe Saul echt denkt, maken ze een plan en een afspraak die geen loze belofte blijkt te zijn. Voor deze twee vrienden is de aan elkaar beloofde trouw heilig. Daarnaast zijn ze zich bewust dat de Heer hun getuige is bij alles wat ze samen hebben afgesproken. Het trieste vervolg van dit verhaal is dat David moet vluchten. Toch valt de nadruk hier op de mooie kant van het verhaal. Twee vrienden die ontzag hebben voor de Heer en hem als getuige zien bij hun afspraak. Wat zou er gebeuren als ook wij ons er meer van bewust zouden zijn dat God getuige is van al onze beloften? Waarschijnlijk zouden we ons er meer aan houden. Ja, dat is inderdaad een stukje kort, maar wel mooi, ja, toch? Zeker. Ja. Eventjes DVD terugkijken, saampjes. En zometeen lekker even de BB open. Want daar kwam ze tenslotte voor. Hè, voor de BB. Nou, aangezien Wilma op mijn schoot ligt, mag mijn moeder de BB even inschenken. De eerste ronde in ieder geval. We zijn nog steeds lekker DVD aan het kijken. Paul en ik zitten nog altijd op de Eemhof in Centerparks. Op de DVD. We zijn aan het bowlen. Maar er komt nog meer, zeg maar. Er zitten verschillende stukjes op één DVD. Maar goed. Nou ja, ik zou zeggen proost. Zoiets, hè? Jonge dame. Proost. Proost. Oh, nou gaat Wilma er vandoor. Oké. Nou ja, ook goed. Kan ik me iets makkelijker bewegen. Ja, er kwam de ene keer BB op mijn... Hongaarse trui. Ik zeg al, of je zet je glas goed aan je mond. Ik zeg al, daarna van achter is een Hongaarse trui, dus het hoort bij elkaar. Hè? Ja, hij moet wel even zien dat die piep. Dat het Hongaars proef is. Nou, dat is hij wel, denk ik. Nou, ik wou zeggen of hij wel Hongaarse wijnproef is. Ja, precies. Alcoholproef maakt hij. Ja, alcoholproef, ja. Ja, precies. Nou, is mijn moeder nou zo langzaam of ben ik nou zo snel? Ik denk het laatste, als ik heel eerlijk ben hoor, dat wel. Ik denk het wel, ja. Ik wacht even met mijn twee door.
Zie jij nou zomaar een vogeltjespoek? Nou, want nu wil jij wel grijpen, zeker. Ja hoor. Tuurlijk, spooky. Maar ze zien mij niet zo heel erg veel. Je bent een mooi beeld, dat geef ik toe. Maar een bewegend beeld ook nog. Maar ik geloof niet dat je op een schijfje zit. Nou, dan komt weer een beetje. Hey, wat zei jij nou? Ik zei, Paul, zijn de bakken al gedaan? Ja, want normaal bel je om 10:30. Normaal bel ik om 10:30. Dus ja, precies. Die, en ik bel ik ook alleen, ja, dan hoef ik niet op te nemen, hoef je niet op te nemen. Nee, precies, want je bent er al. Dus ja, dan, maar we hoorden je alarm afgaan, hè? Ja. Maar goed, het was in ieder geval erg leuk om de DVD te kijken. En de BB was heerlijk, dus ik vind het toch ook wel leuk. Even een klein stukje te laten zien van Tijd voor elkaar met mijn moeder. Ja, ik ben wel benieuwd. Nou heb ik de kaartjes dus door elkaar geschud. En ja, twee keer komt het voor dat de vragen exact lijken op hoe ze in een andere stapel zaten. Dus het kan zijn dat we een beetje dubbele vragen krijgen. Ja, 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 ja. Een half uur hardlopen of een half uur krachttraining? Dan mag je uit kiezen wat je dan het liefste zou doen. Half uur hardlopen. Oké. Okay. Ook geen toelichting geven verder, toch? Mag, het is om een gesprek op gang te krijgen, maar het hoeft niet, het mag. Maar... Nee, ja, liever hardlopen, krachttraining, dat is niks. Ik heb te weinig, nou, dat gaat niet meer. Nee, je hebt geen kracht meer, jongen. Nee, ik kan nu niet eens een flesje openmaken, heb Paul vanavond al moeten doen. Ja, precies. Dus, oké. Okay. Dan mag jij aan mij vragen. Waar liggen die kaartjes? Hier. Oh. En hier de stapel die geweest is. Okay. Oké. Liever grijs of kaal? Grijs. 100%. Dat is al jaren mijn nachtmerrie hier. Inderdaad. Nee, dan maar liever grijs in ieder geval. Dan mag jij hem alleen even omgekeerd leggen. Want anders dan liggen ze met de tekst naar beneden en naar boven door elkaar heen op een gegeven moment. Maar goed, en zo verder enzovoort. Laters. Laters.